Hi, ik ben Jay. Ik ben DJ, kunstenaar uit Enschede. Toen ik 15 was, ben ik voor het eerst naar een houseparty geweest. En kwam ik voor het eerst in aanraking met techno. Ik dacht, wow, what the fuck. Wat is dit voor muziek? Ik ben daarin gezogen. En een week later stond ik met mijn neefje in een plaatszaak in Enschede, net zoals dit hier zelf. En kocht ik mijn eerste technoplaatje. Weet je nog welke plaat dat was? Ja, van Richie Horton was dat. Disconnected. Hi, welkom in mijn huisje. Van wie denk je dat je muzikaliteit hebt? Van de buurman. Nee, van mijn vader. Mijn vader was vroeger altijd al met muziek bezig. Mm-hmm. En, altijd instrumenten aan het bespelen, gitaar vooral, als gitarist. Ja. Zelf wou ik altijd wel graag een instrument bespelen, maar ik had daar het geduld niet voor, zo, op een of andere manier. Ja. En op een gegeven moment toen ik 15 was, toen ging ik voor de eerste keer naar een houseparty. Feest. Houseparty, dat klinkt wel heel erg ouderwets. Ja, nee, maar het klinkt wel leuk. Bedoel je echt house muziek of huisfeest? Het was echt wel een groot feest. Ah, okay. Impuls, weet ik nog goed. Impuls. Den Bosch. Leuk. Ja, dat was wel vet. Toen hoorde ik ook voor het eerste keer technomuziek. Oké, dus daar raakte je wel geïnspireerd door de muziek. Nou, toen dacht ik van, zo is de hele tijd hetzelfde. Met een treintje, wat vet. Ja, was het een beetje minimal techno? Dat was wel meteen waar je wel voor ging. Ja, toen kwam het net een beetje op, zeg maar. Mm-hmm. Dus in 2003 was dat. Hoe omschrijf jij jouw techno-genre? Pauper techno. Ja, techno. Oké, vertel. Lowlife techno. Nee, gewoon, ja, weet ik niet. Wat is echt jouw signature? Dat is mijn signature. Vette shit, goede vodka. Ik hou ook wel van een housefeestje, maar niet hoor. Mensen, deze feestjes die zijn niet meer zo als het was. Of ik ben het een beetje ontgroeid ofzo. Wat ben je gewend dan? Wat feestjes vind jij leuk? Ja, het is toch allemaal een beetje van hetzelfde, weet je. Mm-hmm. Gewoon die feestjes hier. De enige onderscheidende vind ik zijn Basic Grooves en en het Verlangen is ook wel weer onderscheidend. En ik vind dat jij dat eigenlijk ook best wel goed doet, want er zijn wel gewoon mensen die zeggen van ja, Oscillate is ook gewoon echt iets anders of zo dan wat je normaal inderdaad ziet. Klopt. Want gewoon nu dat je naar Münster gaat en daar gewoon feest houdt. Ze kennen Oscillate al wel een paar jaar, want ik doe al een paar jaar wel uitwisselingen met die lui. Mm-hmm. En het is sinds dit jaar pas dat we daar ook dingen doen. Oké. Ik vind het wordt wel goed opgepakt daar. Ik heb Jay bij een vriend van mij thuis leren kennen. Mm-hmm. Dat is ondertussen alweer 5,5 jaar geleden. En ik denk dat we ongeveer een maandje later dat ik voor het eerst mee ben gegaan naar een feestje waar hij moest draaien. Dus ik wist ook helemaal niet hoe ik moest dansen. Dus een paar uur voordat ik de beat snapte en de bewegingen kon doen. En ik vond het eigenlijk wel heel vet dat ik in één keer een DJ als vriendje had. Ik dacht van wow. Hij had me verteld dat hij wat jaren daarvoor ook wel eens op voor grotere hoeveelheden aan mensen draaide. Ja. En toen de tijd
het verschilde een beetje qua feestjes. Dus af en toe wel op hele drukke feestjes en binnen. En soms op wat illegale feestjes of waar bepaalde mensen alleen maar kwamen. Mm-hmm. Maar hij was daar wel toen wel veel mee bezig. Ja. Oké. Okay. Was hij toen ook al bezig met de kunstwerken en zo wat hij creëerde? Doet hij dat ook voor festivals of is dat iets wat hij toen was? Toen tekende hij alleen in zijn schetsboekje. Had hij een aantal schetsboekjes die al helemaal vol waren. Mm-hmm. Maar hij was toen altijd bijna elke dag wel een tekeningetje aan het schetsen in een schetsboekje. Ik denk dat hij pas 3,5, 4 jaar geleden of zo begonnen is met af en toe een iets groter werk beginnen te maken. Gewoon langzaamaan werd het steeds groter. Het begon met een beetje schilderen en toen werd het ineens kunstwerken en andere objecten. Ja. Dat is heel langzaam gegaan, maar toen ik hem leerde kennen, tekende hij alleen in een boekje. Toen ik hem leerde kennen, was hij tenminste in mijn ogen eigenlijk alleen DJ. Oké, okay, ja. Nice. En de rest, dat kwam eigenlijk, ik denk ongeveer een jaartje later of zo, dat hij, dat ik hem kende, dat hij begon meer met beelden te doen en wat uiteindelijk dan weer samenkwam inderdaad met DJ'en. Doet hij dus best wel allround stuff in de techno scene? Ja, hij kan best wel veel, want hij is as we speak aan het bouwen voor een festival. Mm-hmm. Dat is ook grappig. En hij kan draaien, hij kan DJ'en, hij maakt kunst. En het is eigenlijk, hij zou zo een one man festival kunnen zetten. Van, Jay's festival. Alle maakt het thuis. Dat ja, is dat is wel heel tof. Het is wel, vind ik. Heel tof om te zien. Ik ben zelf niet zo. Ik ben jaloers, wil ik niet zeggen, maar ik benijd hem wel om zijn creativiteit. Ja. Dus dingen, zou ik zelf wel een klein beetje van willen hebben. Okay. Dat is echt nice. The kids want techno. Cool. Dus alles wat hij maakt qua kunst is wel echt gewoon, heeft dat te maken met zijn muziek. En zijn gevoel. Ja, jawel. Ik bedoel, je bent vast zelfs wel eens op een feestje geweest en op het eind van de avond of nacht dan kom je iemand tegen die naar huis loopt en dan denk je, oeh, die ziet eruit. Ja. En dat is eigenlijk zijn beeld. Dat is wel een beetje volgens mij zijn inspiratiebron. Ja. Ja. Wat vind jij van wat hij nu allemaal aan het doen is? Veel. Ik weet soms niet eens wat hij allemaal aan het doen is. Hij doet op het moment zoveel verschillende dingen dat ik het gewoon niet meer kan bijhouden eigenlijk. Volgens mij staat zijn agenda bomvol voor de aankomende tijd. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ik ben heel erg trots op hem. Want ik weet dat het niet altijd zo is geweest dat hij zo actief daarin is. Of dat hij er echt wat mee doet. Want zoals ik al zei in het begin, deed hij veel in zijn schetsboekje, dus dat betekent dat hij het heel erg voor zichzelf deed en laat hij het af en toe misschien zien aan vrienden, maar dat is gewoon helemaal omgeslagen tot uitspattingen dat iedereen het kan zien, dat je op het festival de dingen kan bekijken. Je kent Jay al een tijdje vanuit de scene, muziek scene, techno scene. Het is natuurlijk het Oscillate feestjes die hij organiseert en hij heeft me op een gegeven moment gevraagd ongeveer het zal bijna anderhalf jaar geleden zijn een keer om te draaien. Toen in eerste instantie gezegd van nee, ik vind dat te vroeg. Mm-hmm. En toen heeft vorig jaar eind zomer eerst keer opgetreden bij Oscillate. Daarna zijn we vrij snel wel vrienden geworden. Wat is zo fijn aan het samenwerken met Jay? Jay is heel erg creatief en daardoor begrijpt hij ook heel belangrijk is dat iemand zijn eigen creativiteit ook heeft. Mm-hmm. En hij geeft je dan ook die ruimte om je eigen creativiteit, om die ook gewoon kunt gebruiken en dat je niet moet aanpassen aan wat voor regeltjes, afspraakjes, wat dan ook. Nee, hij vraagt jou als artiest om jouw ding te doen en dan geef je jou dan ook die ruimte om dat te doen en dan geef je dan ook dat vertrouwen. Jay is een chaotische goedzak. Ja. Ja, dat is, kan ik niet willen. Dat is het gewoon, weet je. Dingen die hij doet zijn belangeloos. Het gaat er niet om geld, het gaat er niet om beroemdheid. Het gaat er gewoon om dat hij gewoon op zijn manier creatief bezig zijn en als je daar leuke mensen bij kan betrekken, dat hij dat gewoon op die manier ook kan doen. Mm-hmm. En hij doet het allemaal op zijn eigen manier en dat voor sommige mensen zal misschien lastig zijn,
En voor mij is dat niet lastig. En ik zie dat gewoon, dat het daar is, dat van bij die chaotische groetzak, is dat hij al die ideeën en al die spinsels, die zitten allemaal zo in elkaar in zijn hoofd. En uiteindelijk, dan denk je, oh, gaat het heen, gaat het heen. En dan zie je dat bijvoorbeeld bij zo'n opbouw van zo'n stage, zoals bij het laatst bij Creative Vibrations, hebben we samen in de techstage opgebouwd met z'n allen. En dan lijkt het allemaal alsof het één grote weerwaar is en dan in één keer, pats, is het er. En dan staat het ook als een huis. Nou ja, en dan heb je in één keer, heb een derde van Creative Vibrations publiek heb je voor jouw stage staan. En die gaan helemaal uit het dak. En dat is wat Jay goed kan doen. Dat daarom zei hij gewoon, het is een goed zak.